Wat een geurtje, jongens. Nou. Hebben jullie allemaal gemaakt, meiden? Perfect. Allemaal zelf gemaakt. Nou, wat hebben we? Zit er lekker uit. Echt soep. Het soep. Gewoon lekker echt soep. Dankjewel. 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 Vandaag zitten we aan tafel met Gert en Trudy Krol. Gert Krol is de sportvrijwilliger van 2016. Dat is eigenlijk heel verrassend, we gaan het dadelijk over hebben. En Gert zit ook bij de paardensportvereniging PSV Sint-Hubertus. Trudy zit er trouwens ook bij. Twee clubmensen, kan ik wel zeggen. Echte clubmensen, ja. In hart en nieren. Ja. Gert, eerst eventjes die 9 januari, ik heb er nog lol om hoor. Die 9 januari, toen je sportvrijwilliger werd. Ja. Hoe hebben ze jou daar naartoe gekregen? Ja, ik word er eigenlijk 3 mee naartoe gekregen. Dat was de insteek van het heel verhaal, want ik was ingelicht van tevoren, een week van tevoren, de menichtje, de voorzitter van de club, van dan Trudy, je moet mee, want die is genomineerd als sportvrijwilliger en die moet mee. Oei, dat wordt anders, want ik heb het al op het woord gegooid om de sportkampioen, de huldiging, maar een paar kampioenen van de club hadden, om de huldiging te gaan. En toen trok ze in je hart en ik denk, oei, dat wordt ietsje moeilijk, hè? Een beetje moeilijk om ze mee te krijgen. Maar ja, fijn, om lang vooral kort te maken, een paar dagen later hebben we een eentje met jongens. En ik zeg, toen was even in het toilet, ik zeg, jongens, als man moet maandag mee de huldiging van sportvrijwilligers, want als man is genomineerd. En die moet er mee heen, dus moet ze daar zien te krijgen. Dat is allemaal geregeld, zijn die jongens, wat doen wij wel. Wij regelen dat wel. Ik ga met de man naar Amsterdam en de man die blijft mooi thuis en dan regelen we. Dus ja, maar die zat in het complot natuurlijk. Ik heb nog niks in de gehad. Dus het was maandag, toen een mooi jurkje aan. Nou, en wij richting de Eendracht. Ik denk, zo, dat gaat het gebeuren. Toen kwamen we er binnen. Ja, ik zeg mezelf, veel te laat, heb ik geen plaats, we kan het ook in de gang met staan. Nog niks niet gehad, ik kom er weer aan. Oh nee, hier is nog plaats, langs de burgemeester. Kom hier maar zitten. Toevallig. Het is toevallig nog plaats. Enfin, wij zaten er dus heel pontificaal voor z'n tweeën. We hebben heel nacht heerlijk zitten volgen. En toen was het tegen 10 uur en toen kwam Hobbezak met zijn portfeuille. En ik zeg, zo, nou komt mijn vrouwtje naar voren. Ik stond aan de zijkant en ik zag je al verkneukend kijken. Zo, ja, van, ja. Nou gaat het gebeuren. Ja, ja, ja. We hadden het over een familievereniging. Ja. En we hadden het ook al eerder over jullie beide betrokkenheid. Voelt dit dan ook als een prijs een beetje van jullie samen? Beetje wel. Voor mij zeer zeker. Zeer zeker. Absoluut. Want zo raar was ik daar nooit zo ver gekomen, want als ik niet zou kunnen, dan stimuleert ze wel, als ze verzint wel iets, dat ik er wel naartoe kan als het nodig is. Ja. En zelf heeft ze ook altijd zijn met elkaar getrokken in zijn tijd. Ik ben geweest van Rijvereniging, ben net vorig jaar gestopt daarmee. Dus zelf ook iets rustiger 9 jaar in het kringbestuur gezeten. Ja. Daar, in die periode was ze ook secretaresse van de Ruitenclub. Dus een periode dus dat wat moeilijker was, is ze gestopt. Ja. Toen is het weer herpakt, 3 jaar geleden. Omdat de club dreigde een beetje in een moeilijke vaarwater. Een beetje af te zakken. Ja, een beetje af te zakken. Natuurlijk geen bestuur meer. En dan moeten die oude knarren weer op om het bestuur weer op gang te brengen. Dankjewel. Dan kun je voor mensen die misschien nog nooit over paard hebben gereden uitleggen wat er zo mooi is aan de paardensport? De wisselwerking tussen een paard en dat is een groot een beest eigenlijk van 6 tot 800 kilo gewoon doet wat jij wil en dat ook leuk vindt. Dat we niet specifiek een wil opleggen, maar gewoon het omgaan met een dier. Je moet al dierengek zijn, wil je dus paard gaan rijden. Ja. Ja. Maar dan kan je niet paard gaan rijden. Je moet een dierengek zijn. Ja, prima. Super, super. Heerlijk. Je moet wel gek zijn van paarden, van dieren, op je hout. Ja. En met zo'n paard moet je dus proberen een team te vormen. Want je bent met een paard samen al een team. Een paard heeft ook een eigen wil, denk ik. Ja. Precies. Kijk, als hij krijgt er links om, dan moet je hem zien te overtuigen die misschien toch wel eens rechts om moet. Ja, ja. En vice versa. En dat is niet zo simpel. Nee. Kijk, en ik heb in mijn jonge jaren altijd heel veel paarden afgericht, dus zadelmaak maken enzovoort. En dan komt er dus dat verhaal echt tegen. En hebben we het dan over dressuur en in groepen rijden of ook springen? Zeg maar, het totaal paardje van paardrijden is het eerste. Ja. Dus het eens zijn
met het dier. Nou, het is eigenlijk een soort van psychologie eigenlijk. Ja, ja, het is, zeg maar als je een hond aflift. Ja. Het is voor de meeste mensen makkelijker. Een hond aflift. Die hond die moet naar jou gaan luisteren. Maar op een of andere manier. Het moet ook op een plezierige manier zijn en niet op een strenge manier, nee, zeg maar. Gewoon. Het is niet met zwiepen en klappen en toeters en bellen, want dan bereik je niks. Tegengesteld dus, ja. Zie je tegenovergesteld. En dan krijg je, maar als je zo'n dier van 6 tot 800 kilo krijgt hem tegen je. Dan een probleem. Dan een groot probleem. Een probleem, ja. Dan heb je een probleem. Dus de kunst is om dat dier zodanig, ja, we noemen dat africhten, maar zodanig mee eens te worden dat hij gaat doen wat jij vraagt. Ja, ja. En dus, ja, dus, dat is je gevoel, dus, zonder een gevoel kun je niks. Nee. En dan is het natuurlijk, ja, de een het talent om met een dier om te gaan, de ander wat minder. En dan die wat minder talent en dan heeft. Het nooit. Ja, maar die wat minder talent heeft. Maar die kan er wel heel veel plezier in hebben. Ja, ja, maar die wat minder talent heeft, is meestal degene die er het meest hard voor heeft. Ja. Ja. Want er zijn er bij die ongelooflijk veel talent hebben. Maar dit maar. En dat is altijd, ik heb het met alles, met elke sport. Ja, met elke sport, ja. Je hebt ook voetballers, ik heb voetballers, ik hou een beetje van voetballen. En voetballers gezien, wauw, wat is dat geweldig voetballer. En later komt er niks van terecht. En een middelmatige die dus echt er bovenuit gaat steken op een gegeven moment. Nou, dat is met de paardensport precies hetzelfde. Maar het is bij zitten altijd, zeg ik, al begin met een team, maar je ook alles in team. Als het kan, hebben ze het altijd gedaan. Ja. Maar paardensport is, je bent al een team met het dier. Je begint al, begint al thuis, want je moet al met het dier van huis af. Of we trainen natuurlijk ook thuis. Hè. Ja, het is niet die ene keer in de week bij de club, want 9 van de 10 ruiters die dus echt iets willen bereiken in de paardensport. Ja, dan paard en je het paard thuis dan. Juist. Of in de gastmanager. Of in de manager. Eigenlijk moet je er elke dag mee bezig zijn. Dus het is wel een sport waar heel veel tijd in moet zetten. Ja. Maar ook heel veel plezier. Een routine in moet komen op een gegeven moment. Precies. Ja. Ja. Het is 100.000 keer herhalen van dezelfde oefening. Tot en dan heb je de verschillende disciplines natuurlijk, springen of dressuur. En dan heel veel hebben wij van club uit altijd, van vroeger uit, heel veel gestimuleerd om ook in teamverband, dus het 4 en 8 al gebeuren. Ja, eigenlijk is dat wat ik gememoreerd heb in mijn voorgangers Frans van Dommelen, Pieter, Frans van Dommelen en Noah Trouwex, dat waren dus mijn voorgangers, leven helaas al, dat weet ik niet meer. Maar die hebben dus dat heel erg gepromoot. En ja, vanuit de bond is dat eigenlijk een beetje weggebombardeerd. De bond hier niet meer de KNHS. Solistische. Ja, vroeger hadden we dus een springen. Precies. Maar individualistisch, hè? Vroeger was dat niet, want vroeger had je een andere bond, zeg maar. En dat is, hoeveel jaar geleden? 10, 15 jaar geleden. Vroeger hadden we de NKB, dat was de Brabantse bond. Ja, toen was dat wel heel erg. Ik weet het wel, ik was nog een klein manneke en wij woonden toen in 8. En heel veel boeren waren er daar. En dat trok op een gegeven moment, ging dat, een hele kolom ging naar achter Eindhoven of zo, daar hadden we een koers, maar dat waren allemaal met achtallen en met grote groepen. Dat is, in mijn jonge jeugdjaren was dat ook, en daar even op de voet naar de wedstrijd, wat ik al verteld. Dus met een platte wagen. Ja. Pittige boerenkool met een haakbal, iets makkelijker. Dankjewel. Dank je. En dan reden wij dus met platte wagen. Ja, twee paren ervoor. Een stuk of die er langs, een stuk of die erachter. Wij zaten al op die platte wagen en dan gingen we naar het concoursterrein. Ja, nou, ik sloof naar Beken Donk of weet ik veel of een Sint-Eus, dat maakt niet uit. Dan waren we morgens om 10 uur of 9:30. En dan begonnen we om 10 uur de wedstrijden. En dan reden we wedstrijden en dan was het, eerst was het afdeling de stuurrij, dus 8-tal rijen, 4-tal rijen. Dan individueel rijden, dus dan kwam pas het individuele werk. En eventueel nog springen. En dan smiddags hadden we dus de prijsuitreiking, was de grote parade. Nou, dat was het mooiste wat we hebben kunnen van een concours. Dus, daar dromen ze dan nog van, maar ja, het is voorbij, ze doen het niet meer. En dan in de late middag dan kwam de uitslag van de individuele wedstrijden. En dan in de parade werden de uitslagen van de afdeling, dus van de 8 en 4-tal werden bekendgemaakt. Nou, dat waren geweldige dagen. Ik ken het programma nog uit mijn kop. Ik ken alles uit mijn kop, want ik heb het 1000 keer meegemaakt. En dan was zijn inbreng altijd commandant ook, hè? Van zo'n 4 of 8-tal. Dat komt dan eigenlijk. En iedereen is stimuleren, activeren. En dan ga je er zelf mee of zit dan op het middentrein? Vroeger was het zo, als commandant zijnde. Nou ja, commandant, het is eigenlijk gewoon de instructeur van de club. Ja. Maar het wordt een commandant, groot woord, maar ik fijn. En als er dan wedstrijd was,
voorheen, daar kwam ik voorop met paard, met achteruiters achter me aan. De ring binnengereden, dus de ring was van 2060, zeg maar. En reed je ring binnen over de middenlijn en dan ging je netjes opstellen voor de jury. Ik groette de jury, ik stapte de ring uit met mijn paard en ik ging commando's geven wat zij moesten doen. Dat was eigenlijk het acht- of viertal rijden. Nou, laatste jaar. Het is gewoon ook een vak apart om die ruiters dan. Het is stimuleren. Hoe ze naartoe brengen. Ja, van dat het leuk is en hoe ze dan bij elkaar moeten doen en dat het een groep wordt. Ja, gezamenlijk erin, gezamenlijk daar, gezamenlijk weer thuis, gezamenlijk oefenen. Ja. En vooral, dat is het punt dan, alles het team samen doen. Het team. Is er eentje die wat moeilijkheden heeft met een paard of weet ik voor wat? Ja. Jantje, Pietje, Kluisje, mag je uit. Of zelf. Waar probleempjes hebben en zo, dat het niet lekker loopt, dat moeten we dan ook signaleren, want het is toch een team, we moeten het toch samen doen. Ja. Ik heb het, toen was ik tussen mijn voorgangers, die waren commandant, en we hadden van die meisjes bij. En tegenwoordig was het allemaal voor beide, maar toen waren we dus gemengd nog, mannen, vrouwen. En we hadden een heel mooie combinatie voorop lopen. Maar die reed alleen maar voorop als ik het plaatsen weer reed. Die durfde niet te rijden, ja, die moest me steunen hebben, klaar, maakt niet uit, maar dat maakt helemaal niet uit. En in een wedstrijd, dan was het Frans. Gert wil ik het plaats 2 rijden, want Marion die is zo artsbang. Ja. Ik zei, Marion, kom op, ga ze eruit. Simpel, ja. En dan werd er gereden en dan liep het als een tierlier. En gewoon, niet ik deed niks, maar gewoon die steun van, oké, ik heb hier nou een knar achter me zitten, het komt goed. Komt goed. Bij jou kwam het niet goed, hè? Ja. Je bent een keer afgedaan, hè? Ik ben er wel eens heel vaak. Ik heb heel veel paarden zadel mak gemaakt, om het zo uit te drukken. Ja, dan ga ik als eerste kooi op een paard zitten, maar er zijn wel heel veel voorbereidingen aan vooraf, hè? Ja. Dus je begint dan ook met een jong dier, en dat was zijn er dieren die dus niks kennen. Eigenlijk om maar een halster te kennen, maar dan ben ik al maanden mee bezig om de halster te kennen, leren kennen, dat zadel te leren kennen. En dan lieverlingen kan ik een heel beetje ophangen en een beetje erop hangen en nog eens erop zitten enzovoort enzovoort. Maar dan moet hij, als je erop zit, een stapje gaan maken. Dus ik ga lopen. Ja, en dan komt vaak het rodeowerk. Ja, ja, ja. Want zetten ze dan de kop tussen de benen, ja, dan gaat de Vliegenberg eten. Ja. Dus ik ben er nog eens ooit afgevallen. Ja. Ik denk dat ik in mijn carrière, ik durf niet zeggen hoeveel, maar honderden zadel mag maken. Twee keer voor een goeie. Ja, de laatste keer voor een goeie, dat jij op een gegeven moment zei van, houd hem maar eens mee op. Ja, dat zei hij zelf. Hij zei, nooit meer, ik sta nooit meer op het paard. Ik heb, dus 2,5 jaar geleden, ik had zelf een heel fijn paard. Ik heb eigenlijk nooit geen eigen paarden, altijd paarden van anderen gereden. En toen had ik een eigen paard, dat was mooi zadelmak. De meisje had ook fijn zadelmak gemaakt voor me, ik was fijn mee aan het rijden. Heerlijke reden, ik kom zijn hals lekker even uit dat lopen en ik kom achter in de bak en begin te struikelen. Ja, dat kan dus mij overkomen, Ik begin te struikelen, vang hem op en maak een half wip, hupje. En in plaats van dat je dus, ik dacht, draai je links en ik lig op mijn kop of hup. En hij stond gewoon stil, ik val niet meer van die tafel aan, maar ik breek wel mijn rug. Zo. En is het einde voorstellen. In eerste instantie. Ja. Ja. Nou, hij was zo verschoten, maar hij dacht echt hetzelfde geld rijden hier een rolstoeltje rond. Ja, als het fout gaat. Want hij is nog met mijn gebroken rug naar binnen gelopen, zo'n haar wikkelen. Ja. Het zweet liep stroomde langs zijn gezicht af. Maar toen ging hij op de bank liggen, het was afgelopen. Ja. Dus toen belde ik de huisarts en toen hebben ze naar het ziekenhuis gebracht. En toen zit hij nooit meer. Hij zei, dat doet me geen zin niet aan dat hij straks in een rolstoel zit. Nee. En toen heb ik vorig jaar, dat paard heeft hij nog steeds. En vorig jaar op een gegeven moment was toch elke keer met dat paard bezig. Ik zeg, ja, wie hou je nou eigenlijk voor de gek, jongen? Ja, je kan ook je nek breken als je van het soeprandje afvalt of zo. Ik bedoel, En dan is het straks weer op. En dan ben ik eigenlijk een beetje recreatief. Weer met een paard bezig. Ja. En ik geniet er ongelooflijk van. Ja. Naast de passie voor de paardensport gewerkt, maar je werkt er gewoon, denk ik. Hè? Ik werk gewoon 14 uur per week. Want ze hadden mij verteld, als het niet je tegen zit, dan kan je niet komen, want dan moet je s'avonds werken. Ja. Werk bij Kingspan? Ik werk bij Kingspan al 28 jaar. Dus we gaan terug naar de paardensport, daar zitten we voor. Ja. Maar die jeugd?
Nou, dat is mijn passie. Dat is eigenlijk al op het moment weer mijn passie, hè. Komt er voldoende bij. En wij zijn een jaar of vier geleden, toen zaten we eigenlijk op een bijna nulpunt. Dat wil zeggen, toen is toen bij het bestuur gekomen, toen hadden we op een gegeven moment bestuur hield op, hadden geen bestuur meer. We hadden voldoende rijdende leden, groter dan. Maar de ponies, ja, dat ging ook vrij aardig, maar ja. Dus de passie, nou goed, lang verhaal kort te maken. We hebben het erop gepakt, toen is het secretaresse geworden. We hadden gelijk in binnen een week weer een compleet nieuw bestuur. Dus ik allemaal oude bestuursleden. En op een gegeven moment een paar mensen die me aansproken van hoe gaan we dat dan oplossen. Ja, ik ga in ieder geval niet in bestuur zitten, absoluut niet. Maar is er goed nog te merken, klaar. Ja, ja, ja. En zo zit ik in elkaar. Zo zit ik in elkaar. Ja. Maar ja, zo doe ik, ben ik ook weer voor NH bij de ponies lessen te geven of bij de grote paarden lessen te geven. Ik zeg, ik doe eigenlijk niet meer bij de club, instructeur doe ik niet meer. Dat is mooi geweest. Maar ja, dan is er, weet je, van de instructeurs valt uit, ja, telefoontje, kun je vanavond, ja, ben er, klaar. Ja. Dat is heel simpel. Ja. Ja, dat heb ik altijd gedaan. Maar op het moment hebben we vorig jaar, twee jaar geleden, kwam de ponyclub weer. En die rijden regelmatig met mij. Van Gert, we moeten eigenlijk viertal kunnen gaan rijden, maar we hebben niemand die daar verstand van heeft. Dan ik zeg wel, die hebben wel. Zeg maar, als jullie vier ruiters hebben die dat willen, ben ik het. Ja. Maar ze moeten het zelf willen. Want ik heb ook een periode gekend dat ik op mijn knieën moest liggen om vier ruiters bij elkaar te krijgen. Ja. Ik ben op Brabants kampioen geworden met vier ruiters die ik op mijn knieën bij elkaar brengen. Ja, zeg ja. Ja, nou hou ik ermee op, want dat was me tegenwoordig. Ja. Dus zo is dat clubgebeuren, dat viertal gebeuren en het achtal gebeuren is helemaal weg. Maar met de ponies leven nog wel. Waar lag dat aan dat het op een gegeven terugloopt? Geïnteresseerd in de sport? Helemaal geïndividualiseerd. Ja. Helemaal. Vroeger ging je met de club naar wedstrijden, ging met de club als je daar, die ging even de kantine naar iedereen kijken. Iedereen met zijn eigen trainer, met zijn eigen dingetje en ze komt op de wedstrijd en ze komt de wedstrijd aan om 10 uur. Ze moet rijden om 10:30. En om 11 uur zijn ze weg. Ja. En dan wel vroeger. En dan bellen ze smiddags, wat heb ik gemaakt? Ja. Ja. Dat is een viertal gebeuren, dan komt dat wel weer terug. Ja. Want dan gaan die weer gezamenlijk erin en ze gaan weer bij elkaar kijken. Ja. Elkaar kijken als er proefwandwerken zijn. Op die avond gezien die prentje gekregen van de club. Met al die ruiters en die dingen ze bellen. Die hebben ze dus op een wedstrijd in Messel, dan een clubkampioenschap van de hele kring. En daar hebben ze die foto's allemaal gemaakt. En dan, dat vind ik dan het schitterende, we hadden er drie teams, terwijl we een jaar geen team meer op de benen. Ja, ik ben van de kring uit altijd mee aan het organiseren, maar een jaar geen team meer gehad. Ik zei dit jaar met de organisatie, met de kring, ik heb geen tijd. Want ik heb drie teams van ons. Ja. En dan moet ik begeleid. Ja. En ik heb er nog een kleine uk bij, onze mascotte, die moet mee. Ja, ja sorry dat ik bedoel, ik zei, die moet mee. Dus onze mascotte die gaat overal mee naartoe. Ja, ja, ja. Dat is een heel klein manneke en die zei net bij de ponies en net erbij. Ja, fanatiek. Geweldig. Dus, en die neem ik dan mee en dan loop ik de ring in naar mijn jury toe. Met de vier ruiters achter mij, voorop, met een klein kindje langs mij. En dan loop ik dan de ring in en meld me netjes aan. De klein manneke gaat met zijn moeder langs me staan. En ik begin te commanderen aan de ruiters. En dat is mijn passie, dat ben ik helemaal. En dat is heel erg leuk dat de laatste paar jaren weer erg op in het leven is binnen onze club. Niet alleen individualisering, maar het heeft ook met economie te maken, met het centrum, het paard, er zijn steeds minder paarden, dat is gewoon een hele dure hobby. Ja. Die crisis van de laatste 4-5 jaar heeft natuurlijk een groot invloed gehad. Ja, ja, ja. Er waren dus heel veel mensen die een paard hadden met twee werken, had ze paard in manege staan, paard van de club. Ja, en dat ging allemaal, maar dan valt er een baan weg. En wat is dan de eerste weg moet, is de paard. Ja, dat is ja. En dan... Maar toch valt er bij ons in de club valt er nog heel erg mee. Er zijn nog veel mensen uit vroeger als boerenstand, hè? Ja. Ja. Vroeger waren de mensen uit de boerenbeweging. Ja, ja. Overal. Ja. Want er werden met paarden, bij ik ook nog gememoreerd heb in mijn verhaaltje in de Gimmische Krant. Vroeger werden ze bij ons thuis met paarden. Ja. Bij ons thuis hadden we één paard dat moest werken en een ander paard liep al de vulletje bij, maar ze konden allebei rijden. Ja. Dus twee broers van mij reden met die paarden. Ja, en ik viel langs de wagen, want het derde paard dat was te duur. En de pony die woonde ze verder niet. Nee. Dus dan, ik ben wel bij de ponyclub geweest. Ik heb eigenlijk niet fanatiek met de ponies gereden, ik kwam hier in bod.
Want ik had geen pony. Nee. Ik moest bij andere mensen leren. Ik was al verlegen, dus ik niet, dat was dan niet zo makkelijk voor mij. Dat is in ieder geval wel later ingehaald. Dan heb ik wel ruimschoots ingehaald, want ik heb ruim 42 jaar gereden en dan 42 jaar wedstrijden gereden. Tot op hoog niveau. Ja. Maar het is niet zozeer op dit moment dat er nog echt boeren. Wat ik zelf heel erg jammer vind, is dat het sinds pak een beetje 15, 16, 17, 20 jaar. Het zijn alleen meiden. En ik ben geweldig. Ik vind het geweldig om meiden om te gaan. Dat is van de paardensportie. Nou, meiden, ja. We hebben bij ons binnen de club, wij reden op een gegeven moment nog met twee mannen. En toen met één, dat is toch wel lekker. Toen heb ik dus wedstrijden gereden. Waar ik dus met 26 mensen in de ring zat. En dan zat ik tegen 25 meiden te rijden. Maar ik het dan kan winnen, dat is natuurlijk heel erg. Dat heb ik dus meegemaakt. Is allemaal dressuur, hè? Of zit er dus dressuur. Ik heb ook wel eens gesprongen en wel heel veel zelfs. Maar ik zie in één kant heel slecht, dus ik heb een groot probleem. Ik kan geen afstand schatten. En als ik springen, dan moet ik. Dat is wel een leuke, hè? We nou hebben zelf een halflinger die wij voor mij hebben gekocht voor recreatie. Ja. Gewoon lekker op de bossen in, lekker ontspannen. En de vriendin van mijn jongste zoon, die doet dan nou weer springen en crossen. Dat is wel leuk. We hebben de successen van Nederlandse spring- en dressuurruiters wel bijgedragen aan de sport. De Anki-hype, die is al een beetje geluwd, maar die is natuurlijk enorm geweest. Hè? Want bij ons bij de club, er is geen kind of geen volwassen meid bij, of ze hebben wel een Anki logo ergens op zitten, op een dekje, of op een schoen, of op een zadel, of op het hoofdstel. Het is die eruit voortgegroeid, maar ze willen het wel hebben. Dat is dus absoluut. En we hebben nu ook sinds kort best wel veel springruiters, dat is wel heel leuk. Maar eerst was het echt alleen maar dressuur, en er zijn er steeds meer die nou toch ook willen gaan springen. En dat is wel heel leuk. Ik heb een militaire dienst, ik zat bij de GRI'ers en die hadden paarden, wat een brede waard. Ze bestaan nog, hè? Ja, ze zijn nog steeds. Er was een dienstplichtige en die hadden dus een manege. En ook een paarden. En wij waren gewoon verplicht om regelmatig een keer, dus ik heb het geprobeerd. Nou, dames, voor de vogel hebt u stoofperenmoes met lange vingers. Dankjewel. Dankjewel. Ik heb één keer gesprongen. Nooit meer. Over 9,5 meter of zo. Nee, dus mijn sport was niet. Ik heb wel dressuur gedaan met zwarte water. Een paar jaar rijles gehad. Dat was wel leuk, maar ja, toen was er gewoon een hype. Nou, we hebben twee zonen en die vinden paarden wel leuk. En die gaan altijd wel mee en die willen ook van alles mee. Maar nieren echt rijden. Ze willen af en toe zitten er een keer op in de bak, maar. Ze komen met vrienden in thuis die paarden willen rijden. Ja. We gaan een toetje beginnen. Ja, die is smakelijk. Maar we hebben gelukkig wel altijd dezelfde hobby. En dan accepteer ik denk ik ook dat er van de ander heel veel tijd in gaat zitten. Maar is het ook ooit andersom? Dus niet het accepteren van anderen, maar dat omdat je zelf heel gedreven bent en gepassioneerd hebt, dan heb je druk ook bij andere mensen neerlegt die onder jou werken. Exact, klopt helemaal. Kijk, die drive, die gekte die ik heb, die wil ik overbrengen. Die wil ik bij mijn ruiters zien. Ja. Ja, en bij iedereen zien. Dat lukt niet altijd. En mijn dooi wil niet. Nee, een scherpelbak. En dan wordt het zelfs een keer goed thuis, of niet? Soms is je heel blij en soms hoort het. Ik noem maar een voorbeeld. Gisteravond heb ik op de stad, instructeur van de stad les gegeven. Doe ik er nog af en toe tussendoor. En die vrouwtjes, die meiden die rijden, en dat is geweldig als je die beest ziet. Ja. En die zien er een uurtje die veranderen. Het zijn instructeurs, die zien er veranderen. Ja, ja. In een doen, een laten, in een rijden. Nou, daar geniet ik van. En dan kom ik gewoon blij thuis. En dan zie ik. Mijn doel is bereikt, daar gaan ze doen wat ik voor ogen heb. Hoeven ze niet precies te doen wat ik wil, maar je ziet die verbetering. Dat is passie, dat is mooi. En dan doe ik bij de club precies hetzelfde. Maar ik zie dat, als het precies gebeurt, dan word ik wild enthousiast, ben je niet stuiten. Men neemt alles wat ik doe zo enthousiast, meestal wel. Heb je nog meer hobby's, behalve de perkjes? Ik ben sinds dat ik
dus mijn rug gebroken heb en nu zegt dat ik niet meer paard weet, ben ik gaan lopen. Ik heb vroeger veel hard gelopen, maar mocht ik niet met mijn rug gebroken, mocht ik niet hard lopen. Maar ben ik gewoon gaan wandelen. Op een gegeven moment ben ik zover gesteld dat ik met mijn werk moest. Mocht. Ik zeg, ik ga voor het voet naar het werk. Dus 3,5 kilometer heen, 3,5 kilometer. En dat doe ik nu al 2,5 jaar. Dus ik loop elke dag 7 kilometer. Ja. En dan ben ik in het weekend in ieder geval niks doen. Zondags dan park ik een hond terug en een keer 10 kilometer wandelen. Mijn kop lekker leeg. Ja, heerlijk. En ik heb... Hij doet inderdaad alles vol. Ja, vol. En het afgelopen jaar ben ik met mijn zoon in Boerdonk de buffelrunders lopen. Ja. Dus een obstakelrun. Ja. En ik zeg... Ja, Gebert kon nog niet meedoen met de... Nee, Gebert zat op mijn wedstrijd. Maar voor run, of nou, Boerdonk de obstakelrun, ik zeg ja. Dat konden wij niet die dag. Die, was, ja, die jongens zijn erbij gelut, dus ik was weer, ik los. Ja. Ik zei nu 6 kilometer, jullie 12. Maar we waren goed op aan de gang en ik moest er al lang op ze wachten, maar hij kon tussen deze zelf met de 12 kilometer lopen. Met obstakels enzovoort. Ja. Dus, en de, voor het komend jaar zit dat. Het is eigenlijk ook van, wij zijn zelf heel erg verenigingsmensen. Maar je ziet bij onze kinderen ook alweer terug, ja, ja, die ja. Hebben ja, het eigenlijk die al geeft zelf. Toch over ja. Zoiets. Het, ja, ik denk het, ja. Ja. Het, is, wel lastig in deze tijd om voldoende vrijwilligers die komen niet meer aan. Te ja. Vinden, hè? Ja. Over, en toch, ja, en toch lukt het bij ons in de vereniging nog steeds. In de vereniging. Heb je daar een geheim voor? Zelf heel fanatiek zijn, denk ik. En dan maak je andere mensen dus inderdaad die passie op. En we hebben meer, of ja, heel veel, bijna alle bestuursleden zijn gewoon heel erg fanatiek en actief. En dat trekt mensen mee. Alles wat wij organiseren, we hebben vrijwilligers nodig, hoeven maar mensen te bellen en ze staan klaar. Ja. We zijn 9 jaar in het kringbestuur gezeten, ja dat moet eruit. Die man 3 is 9, dat moet eruit. En die, wordt ook in de geen leven blijven zitten? Nee, die 5 heb ik dus nu. Ja, dan moet je 3 jaar uit en dan mag je weer terug. In maart ben ik er ook 3 op 9 jaar aan. En dan moet ik er dus ook uit. Ik zeg, dan stop ik ermee, maar ja, ze hebben al zo lang naar me geleurd dat ik toch weer een beetje bij de beste gebeuren betrokken blijf. Dus ja. En zo, ja, je weet wel, als je eenmaal hoe wij geboten gegeven als zeg maar vrijwilliger en ze kunnen pakken rijden, dan houden we vast klaar. En dat is heel simpel, want die mensen zijn niet meer aan te komen. Dat is moeilijk. Ja. Dus allemaal voor het ik en de rest, je weet wat. Jullie allebei bedankt dat je bij onze tafel zat. Ik hoop dat het gesmaakt heeft. Ja, heerlijk. En we hebben lekker open kunnen kletsen met elkaar. Ik hoop dat ook vooral anders. Ja. Ja, ik Marcel, nog niet zoveel als dus nee, Marcel, de volgende is de lente-sessie, ja, met denk ik ook weer lente-menu's, want we hebben nu stevige winterkost. Met stevige winterkost geld, toch? Ja. Weer samen met Arno van de Omroep en ondergetekende van Gemers Nieuwsblad. Wat we bij deze ook willen doen is voor deze eerste keer de leerlingen en de docenten van het Commanderij College hartelijk bedanken. We willen Jumbo hartelijk bedanken voor het beschikbaar stellen van de ingrediënten. En de vrijwilligers van Omroep Centraal die dit zo mooi in beeld brengen. Ja. En natuurlijk alle gasten, zoals jullie ook zijn. En ik hoop dat ook dit gesprek mensen weer kan inspireren om vooral actief te blijven als vrijwilliger en als sporter. Ja. Dankjewel. Wij ook. Jullie ook bedankt. Jullie ook weer.